Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Hey. En ook op dat van mij eigenlijk, hè? Ook een beetje van u. 1, 2, 3, fuck it! Het is vandaag zondagochtend. Het is bijna 10:30, 9:20 ondertussen. Ik heb broodjes in de oven zitten. Dus we gaan lekker ontbijten. En daarna gaat het vooral wel een best drukke dag voor mij worden. Allee, ik ga proberen zo snel mogelijk te doen. Maar ik moet nog 1 campagne shooten dit weekend. En dan nog een campagne. Ik moet 2 campagnes doen. 1 voor story en dan 1 voor wat story, Instagram, YouTube, alles is. Dus dat ga ik doen vandaag. En dan nog 1 videootje filmen, maar dat is snel gedaan. Dus dat staat op de planning. Voor de rest, Niels zal wel gamen en trainen, gok ik. En dan zullen we zien wat de rest van de dag brengt, maar ik neem jullie alleszins mee. We hebben ook trouwens een nieuwe stoel, dat wil ik ook laten zien. Hier is onze stoel, je zult die waarschijnlijk wel voorbij hebben zien komen op Instagram bij Celine en zoveel andere influencers hebben die wel. Ik moet die wel eens wat te goed trekken hier, want die zakt zo. Zie ik. Oké, beter. De katten hebben er al hele avond gisteren in gelegen. Maar ik vind hem zo mooi. Ik was bij Celine en Nick in de week. Allee, bij Celine. En ik dacht, ik ga eens in die stoel zitten. En die is echt zo zalig. Dus ben ik hem ook gaan halen. Maar ik heb gehoord dat ze bij Casa zijn uitverkocht. Maar je hebt ze wel bij Dreamland en bij Gamma ook nog. Dus je kunt daar wel eens kijken. Maar daardoor hebben we dus wel wat moeten verhuizen. Want die stoel is best groot. Keep that in mind. Nu hebben we het barkarretje hier staan. Dat is ook eigenlijk wel mooi. En dan daar de stoel. Dan hebben we dat daar. De spiegel is ook terug naar boven. En dan hebben we hier de grote plant gezet. Kom maar meneer, de bakker. En nu gaan we lekker ontbijten. Woehoe! Sunday morning! Oké, ik moet ook iets filmen voor Jula vandaag. Maar Niels heeft al de Jula opgetronken. Dus ik had zo'n hele box gekregen. Die staat hier op het afwasmachine. Ah ja, ik ga die wel even pakken. Dan weet ik wat ik nog heb. Maar ja. Jula is al op. Ik heb net even opgezocht, want in de Carrefour hadden ze alleen de paarse nog daar. Maar in de, hoe noemt het, Bruno's Food Corner. Ik weet niet of ik dat met 1 hand kan. In de Bruno's Food Corner hebben ze dan nog. In alle kleuren. Dus ik ga heel snel naar daar. Het is wel zondag, maar het was open. Eens zien wat ik nog nodig heb. Alrighty. Oké, nog 1. Nog 3 paarse, 3 gele en 1 oranje. Oké. Let's go. Oké, got the goods, hè. I got the goods. Ondertussen is het 2:30 voorbij en ik heb het meeste van mijn werk gedaan. Alleen de ene hele grote campagne heb ik nog niet gedaan, want bleek dat ik daar een verkeerde link van had. Wat ze hadden doorgestuurd, dus ik moet wachten tot die
de nieuwe sturen. De deadline is morgen en ik gok aangezien het zondag is dat die vandaag niet meer gaan antwoorden. Dus dan zullen we moeten zien, zullen die hun deadline moeten opschuiven, want ja, het is natuurlijk niet mijn fout. Ik ga nu soep maken, deze goulash soep van de Albert Heijn. Heel gemakkelijk, maar voor degenen die ons al even volgen weten dat ik op zondag soep maak, zodat Niels hele week naar zijn werk soep mee kan nemen. En één nagel is eraf gegaan, dus ik ga zelfs een nieuwe plakken. En terwijl ga ik ook een vlog kijken. Niels is even buiten, want Claudio van Charlotte is hier met zijn nieuwe auto ofzo. Oei. Oké, ik hoor keihard een auto. Ja, met zijn nieuwe auto, denk ik. En die kwam je even laten zien buiten aan Niels. Dus ik ga zelfs ook wel snel hij zeggen, hij mag toch buiten. Maar ik denk dat Charlotte er niet bij is. En dan gaan we daarna even soep eten. We hebben laat ontbeten. Dus we gaan soep eten en dan straks ga ik pad thai maken. Daar heb ik vorige keer heel veel vragen over gekregen. Maar dat is ook via zo'n pakket van de Albert Heijn. Maar dat zal ik straks laten zien. Dit is de pad thai die ik ga maken. Echt super lekker. Oh, ik heb geen garnalen meegenomen. Lap. Hebben we kippenblokjes, ja hè? Kijk, ik kan er kippenblokjes in doen. Juist, dat moest er nog in. Pindas heb ik wel. Maar dit is dus dat pakket. Echt super easy. Staat er op ook, denk ik. 15 minuten. Ja, hier. 15 minuten. Dus dit ga ik nu maken. En heel lekker, we hebben die alles gegeten. Het is klaar, yummy. Het is echt wel heel lekkere pad thai in dat pak. Echt super lekker en super easy. Dus wij gaan lekker eten. Nu ben ik een maskertje aan het doen. En ik heb zo net een maskertje bij Niels gedaan. En zo echt met productjes en toestelletjes. Helemaal zo gezichtsfacial gedaan. En hij liked het, hè? Vond je het leuk? Hij vond het heel leuk, zegt hem. Hij was helemaal ontspannen. Dus dat is fijn. Ik doe dat ook wel eens heel graag. Dus dat is ook wel stof. Nu is het mijn beurt. En als dat eraf is, dan denk ik dat we stilletjes aan gaan slapen. Want het is al wel laat. Dus hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Ga hem hier afsluiten. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En ik zie jullie woensdag in de nieuwe vlog.